die was nu hier in de lood. De steun en toegemaakt, de sfeer maken gedurende de hele campagne. Daar weet de volgende persoon zeker het antwoord op. Dag en heren, Judith Rubeemans! Ruud, goedenavond. Goedenavond. We gaan de heren niet langer in spanning laten. We gaan meteen over naar de bekendmaking. Wie wordt Mr. Sympathie 2019? Staat hier op het kaartje. En dit is Thierry! Dat ze zich tijdens hun campagne inzetten voor het goede doel, maar daarnaast ook voor de Mr. Belgium zeggen nee campagne, zodat we jaarlijks onze Mr. zijn verhaal kunnen blijven brengen op internationale verkiezingen. En deze titel zal uitgereikt worden door iemand die maar al te goed weet hoe belangrijk het is om een land te vertegenwoordigen. Uw applaus voor minister Chris Peeters! Meneer minister, goedenavond. Goedenavond. We gaan de jongens niet langer in spanning laten. Wie wordt Mr. Gay Charity 2019? Staat er op papiertje. Jo! Jo!